Ja, DigiC is een programma waar wij al vanaf het begin af aan meedoen als gemeente Utrecht. Want op het gebied van de digitalisering van de bouwsector hebben wij nog veel te doen. Vanuit Utrecht kan ik zeggen dat het belang van een goed lopende bouwsector heel erg belangrijk is. Je ziet hem eerst terug bij de grote hoeveelheid woningen die we gaan bouwen de komende jaren. 60.000 nieuwe woningen komen erbij. En om dat goed te laten verlopen is het belangrijk om hier echt meer kennis in te ontwikkelen met elkaar. Maar niet alleen de nieuwe woningen die er komen zijn belangrijk. Ook 150.000 woningen, bestaande woningen in Utrecht, moeten verduurzaamd worden. Een van de zaken waarvoor het digitaliseren van de bouwsector ontzettend belangrijk is, dat is voor de circulaire toekomst die we met elkaar willen. En dat is juist de samenwerking die wij met DigiC nu ook hebben. Nou, daar ben ik heel trots op en ik kijk enorm uit naar het vervolg van het programma. Maar wat DigiC ook heel bijzonder en eigenlijk ook uniek maakt, is dat er echt een samenwerking zit tussen overheden en over private partijen die zich verenigd hebben rondom dit doel en daarin concrete projecten beetpakken met elkaar. Want uiteindelijk kan je er best een hele tijd over praten, maar het moet in de praktijk ook werken met elkaar. Nou, dat is de verandering die hiermee kan komen en daar geloof ik ook echt in. Ja, een project waar ik naar uitkijk om dat samen in het DigiC-verband ook op te gaan pakken, dat is de grondstoffencorridor. Eerder hebben wij in Utrecht een analyse laten doen naar de bouwstromen die de gemeente in en uitgaan. En een van de dingen die daarin opvielen is dat 79% van die bouwmaterialen, dat is beton. Nou, dat is niet alleen een enorme stroom, maar beton heeft ook een grote impact op het klimaat in het productieproces. Daarom is het belangrijk om daar beter grip op te krijgen. Nou, dat is dus een samenwerking die ik met DigiC ook voor me zie, om dit beter in beeld te krijgen. Waar speelt het, maar ook hoe kunnen we dingen anders doen? En zo gaan wij een snellere, innovatievere en een duurzamere bouw tegemoet.